Plan je elk jaar een grote reis? En is dat belangrijk voor je om elk jaar eventjes een ander deel van de wereld te zien? Ja, dat vind ik wel fijn. Of ander deel, ja, ik ga eigenlijk altijd alleen maar naar Amerika en Canada. Maar ja, nou ja, ja, ik ben ook in Azië geweest. Okay. Ik ben in december in Azië geweest. Toen was ik naar, mag ik naar, naar Jakarta komen om daar in het Erasmushuis te spelen. Dus daar heb ik gespeeld voor Indonesiërs en voor wat expats. En ik ben ook nog in andere steden geweest op Java en daar heb ik... Het was heel leuk hoor. Dus studenten Nederlands, Indonesische jongeren. Mm-hmm. En die hadden dan ook liedjes van mij, hadden hun hoofd geleerd. En die gingen samen zingen. In dialect ook? Ja. En dan staan we midden in Yogyakarta en dan met Indonesische jongeren die in het Erika's zongen van Hier kom ik weg. Dat was wel... maar... Dat was, dus Azië ga ik wel vast wel meer van zien, want dat is me enorm goed bevallen. Ja, sorry, ik begreep dat je Amerika bijna alle staten intussen hebt gezien. Ik heb 48 staten, ik moet alleen nog naar Hawaii en naar Alaska. Oké. Okay. Hawaii weet ik niet, Alaska kom ik nog wel een keer. Want je hebt muzikaal gezien in ieder geval veel inspiratie uit Amerika gehaald. Zou je zoiets ook in Azië kunnen vinden of is dat denk je een heel ander... Ja, dat is een heel ander verhaal. Het is wel heel interessant die muziek daar. Vooral in Indonesië vond ik het alweer heel interessant, omdat die gamelan muziek dus eigenlijk ook meer stemmig. En een heleboel Oosterse muziek is vaak een bourdon-toon die doorgaat. Dat is in Indiaanse muziek ook zo. En daarbovenop gebeuren. Maar gamelan muziek, dat beweegt ook de midden-tonen. En dat vind ik heel interessant eraan. Polynesië is helemaal niet het bijzondere verhaal. Daar is zelfs meer stemmig. En dat gebeurt, is eigenlijk alleen maar in de westerse cultuur gekomen dat er meer stemmigheid kwam. En op die manier en in Polynesisch. Dus daar ben ik wel geïnteresseerd in. Maar er is zoveel muziek wat je nog. Ontdekken van. Ja, man. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd altijd in de mengvormen. Ik ben daar veel bijvoorbeeld muzikale ontdekkingsreizen in zuidelijke staten van Amerika. Mm-hmm. Nou, daar heb je een hele mooie mengvorm gehad van Afro-Americans en Europeanen. Maar eigenlijk rond dat hele gebied waar ooit slaven naartoe zijn gebracht door onze voorvaderen, waar we nu nog steeds die rijkdom hiervan hebben, maar mm-hmm. Dat doet er niet toe. Maar langs die hele kust, al die kusten zijn die mengvormen geweest. Dus ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd wat er in Suriname nog van is. Dus ik wil heel graag naar Suriname toe om daar te kijken van... Is daar ook een mengvorm tussen Afrikaans en Europees ooit geweest? Ja, ik weet het niet. Ja, het is inderdaad. Is er nooit, want er zijn natuurlijk figuren geweest, ik geloof Lomax. Lomax heeft veel reizen gemaakt, muzikale reizen, maar zijn die nooit daar geweest? Ik geloof niet dat ik heb er wel eens naar gezag, maar ik geloof niet dat Lomax naar Suriname geweest is. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet. Dus dat zou zomaar eens kunnen. Ja, ik vroeg me af, is het voor jouw album inderdaad, is dat altijd wel een zoektocht als je ik stel me zo voor misschien in het najaar dat je alweer begint te denken aan van goh, het album gaat er weer aankomen. Is zo'n zoektocht bewust, zeg maar, dat je ook zo'n reis, speelt dat een grote rol ook in de constructie of is dat een los iets eigenlijk? Ik ga gewoon, als ik naar Amerika ga, ik ga gewoon lekker in Amerika zijn. Ik ben er graag, ik hou ervan. En daar hoor je gewoon geen slechte muziek. Ja, dat klinkt raar, maar als je daar de radio aanzet, je kunt er niet van houden, dat is anders. Maar al die muziek is goed. Echt, die country zenders die zijn fantastisch, die songzongen. Het kan glad wezen, je kunt er niet van houden, maar die thema's die ze zingen, maar ook die muziek, het is allemaal zo goed. En dat inspireert alleen al. En wat ook heel erg inspireert is al die kerkjes in Amerika, die hebben... Dat zie je bij de Simpsons ook wel eens. Hebben ze buiten bij de kerk heeft de priester heeft een spreuk zo op zo'n letterbord gemaakt. Dat zijn vaak hele goede spreuken gewoon. En daar moet ik soms wel lachen, joh. Dan zie je weer zo'n spreuk en denk ik, ja, goed man. Waarom is dat hier niet, denk je? Eigenlijk misschien die muziekcultuur zo... Nou, kijk, gaan volgens jou, denk je? De popmuziek, ja, die mengvorm, dat komt daar vandaan. Ik bedoel, ja. Zij zijn wat dat betreft de uitvinders ervan. Dan doe ik wel meteen Groot-Brittannië tekort, want daar komt het uiteindelijk vandaan. Maar, mm-hmm. Maar die mengvorm met Afrika, wat dan toch popmuziek geworden is, ja, dat is toch wel echt Amerikaans. En, ja, dat vind ik er wel heel interessant aan. En, maar ja, voor de klassieke muziek ben ik ook dol op. Ja, dan ga je naar Leipzig en naar Italië, Weimar en daar ben ik ook geweest en zo. Gewoon die plekken bezoeken waar iets vandaan komt, waar je van houdt, dat vind ik mooi, weet je wel. Dat vind ik fantastisch.